Nee. Jawel, jawel. Nee. Jawel, je zei dat... Nee. In deze video gaan we het dus hebben over vloggen. Lieve mensen, we gaan gelijk beginnen hoor. Maar voordat we dat gaan doen, abonneer even voor die iPad, lieve mensen. Je doet automatisch mee als je abonneert, dus doe het even. En Rutger is zo ongelooflijk enthousiast voor deze video. Jullie kennen hem, dus snel terug naar de video. Dames en heren, jullie zien het weer. We zijn er met de one and only Russo. We hebben de drive-thru challenge. En vandaag... hebben we een toko gevonden en dat is heel speciaal en ik zie het aan je gezicht, want er zijn meerdere dingen gaande op dit moment. Er is A, budget. B, er is een plan. Mijn naam is Kok Shan. En C, de locatie. We zijn er. We zijn er nu al. Niet nu, maar 5 minuten vandaan. Want we zijn nu bij een Shell. Nee. Rutte, hoe is het? Ja, wel goed, maar ik ben nog wel, zeker, heel veel zin in. Mooi. Maar wel nog een... sceptisch. Een slag om de arm, ja. Rut, het komt helemaal goed. Laat dat maar aan mij over. En wij gaan gewoon vandaag iets ongelooflijk leuks doen. En voor de mensen, kijk, het is dik in december maand. Het is kerst. Het is een beetje de vrolijke sfeer. Dus ik dacht, ik wil die vrolijkheid wil ik gewoon even op scherm hebben bij jou. Ik ook. Ik laat me echt heel graag verrassen, want tot nu toe heeft het... me nog niet veel goeds gebracht. Nee, maar het wordt leuk. We gaan gewoon positiviteit. We hebben ook sowieso een hele leuke avond gehad. Zo, nou, ik heb echt koppijn. Ik ben misselijk. Dus dat is alvast een goed recept voor... Nee, maar Frank, ik voel mij zo slecht. Wij hebben gisteren zoveel gedronken. We hebben echt zitten klieren weer. Gewoon echt lekker zitten klieren. Dat was wel ouderwets klieren, ja. En nu is het 2:30 en het zit er nog niks in mijn mic. Dus ik heb trek. Ja, ik deel echt die mening. Wat is dit? Dit is het. Er staat niet eens een bord op. Wat is dat? Nee, maar dat is het. Zeg je dat wat er bovenop stond? Nee, er staat helemaal niks op die paal ook. Dit is een crematorium, Frank. Wat de fuck? Gaan we alles eten van een crematoriumkantine? Kunnen mensen ook wel even meenemen wat we uiteindelijk gisteren hebben gedaan? Ik heb jou een dagje voor Rotterdam even meegenomen. We hebben Excelsior Feyenoord hebben gedaan. Leuk, ja. Die video staat ook op mijn kanaal trouwens. Kijk het even. We zijn even bij de Excelsior Feyenoord geweest. We hadden echt heerlijke plekken. We hebben zoveel hele gemene gin tonics gedronken. Mensen slapen op die pink lemonade combi, hè? Bro, ik slaap daar niet op hoor. Ik slaap er echt niet op. Nee, maar van tevoren ook niet. Ja, mijn dorp waar ik vandaan kom, dan serveren ze die, maar dan ook met roze Cadillac snoepjes erin. Dat is gewoon geniaal, Frank. Het is dan wel weer leuk dat we dan ook niet meer van ophouden weten bij zo'n dag, hè. Er zitten er een paar drankjes in en dan denken we, nou, we stoppen ook maar niet. You're an alcoholic. Is that what it is? Ja. Ja, het was echt waanzinnig. Want jij dacht toen ook nog van dat het wel een goed idee was om even al je spaargeld weer een blackjack tafel neer te leggen. Ja, dat is echt helemaal weer fout gegaan. Ik heb echt een gokverslaving. Oké, we zijn op de locatie aangekomen, maar het is gewoon een plek waar vrachtwagenchauffeurs kunnen slapen. Dus dat belooft al wat. We zijn er. Jij denkt, waar zijn we beland? Rut! Ik heb jou meegenomen bij de one and only drive-thru van Taco Bell. Hoe vet is dat? Taco fucking Bell. Het is niet in Amerika, nee. We zijn in Geffen. En dat niet alleen, Rut. En dat niet alleen. Ik heb er allerlei challenges bij bedacht. Vet. En het is nog vetter. Weet je waarom? We gaan een bingo kaart dit keer doen. Nee. Wat dan? Ik heb meerdere rondes en het is... Je hebt honger, toch? Of course. Echt. Deze hele tent, voor al die dingen waar ik dacht, oh daar heb ik wel zin in, was Taco Bell echt het allerlaatste. Dat wil ik niet. We hebben dus challenges bedacht en het wordt nog vetter. Als jij wint van mij, dan win jij ook nog eens een exorbitant bedrag. Je moet het wel even inwisselen. Ik heb het niet in één, kijk, 10, 10, 20 en 50. Dat is een beetje wat ik heb. Leuk. En ik heb een kauwgompje. Oh, maar dat vind ik lekker. Nee, dus... vandaag sta ik echt positief in de wedstrijd. Ik vind het helemaal leuk. Ik geld niet eens, Frank. Nee. Nee, maar het zou leuker bij komstigheid zijn. Ik weet het nog beter. Nee, wacht even. Ik ben echt misselijk, hè. Ik ben echt misselijk. We gaan eten. Ja, maar dat zit er niet te schijten. Waar tover je opeens een Red Cup vandaan? Wat is dit? Ja, maar dit vind ik al leuker. Dat je in ieder geval een beetje moeite hebt gedaan. En we gaan het dus nog vetter maken, want ik weet dat je honger hebt. En ik dacht, misschien is het gewoon heel makkelijk om dan te zeggen van ja, dan gaan we gewoon daarheen en dan bestellen we gewoon wat. Dat was wel het eerste dat in mij opkwam, ja. Maar dat gaan we niet doen. Oh, wat leuk. Nee, dat gaan we niet doen. Jij mag grabbelen in de grabbelton, want hier staat eten. Dus jij mag eten, mag je dan grabbelen. En je moet dan bestellen wat er op het kaartje staat. Oké. Okay. En dat niet alleen, dat doe ik dan ook. En dan gaan we dat opeten. En als je dat opeet, dan heb je al gewoon een punt. Hoe makkelijk is dat? Oh, maar dat en is de goed. Tweede ronde heeft een tijdaspect en de derde ronde een challenge aspect. En dan zijn we klaar.
Is het leuk? Ja, leuk. Gaan we het doen? Laten we het doen. Zou ik beginnen met ja, pakken? Dat is leuk. Of wil jij pakken? Ja, ik was de gast volgens mij, maar... Doe jij maar pakken dan. De Fully Loaded Fries met Pepsi. Dat is geen slechte pick volgens mij. Nee? Ja, ik ben helemaal niet... Hebben ze bij de Taco Bell patat? Maat, ik ben nog nooit bij de Taco Bell geweest. Dan hebben ze toch geen patat? Ja, dat blijkbaar dus wel. Ik heb de twee keer Chalupa Supreme met 7-Up. Oh, bij alles zit ook een apart drankje erbij. Ben je tevreden met je pick of wil je nog een keer? Ik denk het wel. Mag je nog een keer? Nee, je mag eigenlijk niet nog een keer. Wij gaan dit bestellen en we hebben nu ook een GoPro. We zijn door. Yo, vriendjes. Ik vind het zo schattig dat jij die kaartjes dan op jouw studentenkamertje aan het schrijven bent. Fully loaded fries met Pepsi. Ja, dat is wel even wat ik doe. In deze video gaan we je een aantal praktische vlogtips geven. Die eerste ronde, die challenge, is gewoon lekker rustig eten. Omdat we natuurlijk wat te bespreken hebben. We zijn natuurlijk gewoon echt waanzinnig bezig geweest. En we hebben nu gewoon een drive-thru van de Taco Bell. En we willen gewoon gisteravond gewoon even spreken. En gewoon even chill, weet je. En het mooie is, dat gaan we dus met meerdere... Dat is echt vet. Dat gaan we dus met meerdere drive-thrus doen door heel de wereld. Dit is gewoon een concept. Dat is bizar. En daarbovenop, het wordt nog beter, heb ik ook nog een cadeautje voor jou. Klap, ik denk dat ze ook niet gewend zijn dat er hier überhaupt iemand komt. Taco Bell. Hey, wat moesten we ook weer bestellen? De Taco Bell, ben je er überhaupt al een keer geweest? Nee, in je leven? Oprecht niet. Nee, daarom. Weet je, dat lijkt me belangrijk. Ook voor de mensen thuis. Die weten natuurlijk niet Taco Bell, maar wat kan je verwachten? Oh, hier is. Stop. Die zag ik niet aankomen. Wat vet, hè? Taco Bell. Nou, ik moet je zeggen van, als je op de snelweg rijdt en je ziet een grote gele M, dat voelt als een soort aantrekkingskracht. Een paars bord met Taco Bell erop. Dat is zoiets, daar rij je het liefst zo hard mogelijk langs. Heb je dat niet? Pinnen alsjeblieft. Het zou mooi zijn als ik nu betaal van dat kantoor. Vind jij het dan niet ongemakkelijk dat we nu de hele tijd dan hier zijn? Wat zeg je? Ja, dat we de hele tijd opnieuw die drive ingaan. Vind je dat niet ongemakkelijk of zo? Hoezo vind ik dat ongemakkelijk? In principe, een normaal mens die zo'n bestelling doet, die doet dat in één keer. Ja, dat klopt. En wij gaan echt 16 keer dat ding doen. Beetje... Nee, we gaan er 3 keer doorheen. 3 keer maar? Ja. En dat is klaar. Het is allemaal te doen, Rut. En dat komt omdat wij zo'n ongelooflijk leuke avond hebben gehad gisteren. Dus je spaart me? Ik spaar je een beetje. Zo, Pepsi is ook best wel lekker, man. Dat heb ik best wel lang niet op. 7-Up vind ik... Dat vind ik niks. Ik heb het gisteren op met vodka. Ik vind 7-Up zo'n nikszeggend drankje. Ik vat dat echt niet. En Sprite ook. Dan denk ik, ja, dan kan je net zo goed sparen om een limoentje drinken. Wist je dat Sprite van Coca-Cola is? Ja. Oh, dat wist je. Ja. En Fanta. Ja. Maar Rut, hoe is het nou gewoon even met je, man? Kom op! Op dit moment gewoon fysiek gewoon slecht. Ja, ja, ik zie het ook gewoon aan je. Ik ben echt kapot. Ja. Ik ben echt kapot. We zijn gisteren weer echt tot het gaan. Koers. Ik mors gewoon... Als je gewoon zo doet, dan mors je gewoon. Koers. Dan is hij niet erop goed opgezet. Nou, of het is gewoon goedkoop. Maar gewoon wel een beetje misselijk, man. Een beetje misselijk. Ik had zeg maar dat ik dan wakker werd op jouw bank. En dat je dan dacht, ik draai me even om. En dat mijn lichaam weer helemaal moest wennen aan die setting. Dat je gewoon echt misselijk. Koers. Misselijk bent. En dat je dan denkt, als ik moet er nu even blijven liggen in deze houding. Want anders ga ik over mijn giegel. Dus dan zo blijven liggen. En dan denk je, ik lig toch eigenlijk helemaal niet lekker. Maar dan moet je toch wachten tot die misselijkheid weer voorbij is. En dan draai je weer om. Weer hetzelfde riedeltje. Jij ging uiteindelijk ook op de wc zitten. Ik denk echt dat het 10 minuten duurde. Het enige wat ik hoorde van de wc was... Dat is het enige wat ik hoorde. Ja, alleen ik maar. Dat is misschien een vertekenend beeld. Want ik geniet op zich wel van die katerpoep. Daar geniet ik echt van. Dat je al die alcohol schijt, en die gif eruit schijt. Na zo'n avond is echt ding lekker, man. Weet je wat ik wel denk trouwens, Frank? Dat het wel nu gemaakt wordt. Ja, dat weet ik wel zeker. Zouden zij vandaag al een klant hebben gehad? Er komt niemand hier. Maar waarom ziet dit er ook zo lelijk uit? Ja, het is ook zo lelijk. Maar daar is de Burger King trouwens. Ook een lijp is dat. Ze hebben er 2. Werkelijk waar insane. Het is ook een beetje voor mij Taco Bell. Ik had mijn mensen altijd in de comments. Dus mensen, laat het even weten in de comments. Moeten we een andere uiteindelijk bezoeken? Laat het even weten. De Taco Bell, ik heb nog nooit, maar dan ook nog nooit, iemand over de Taco Bell gehoord. Dus ik vraag me ook gewoon op of het gewoon lekker is. Ik ook. Ja, misschien is het wel lekker. Dan hebben we echt een maat in de wet gevonden. Ja, dan gaan we gewoon elke keer een uur rijden voor de Taco Bell. Nee, dat niet. Nou. Ik vind het dan zo schattig. Als jij aan de andere kant van de snelweg hebben we dan even afgesproken om daar onze auto te parkeren. Dan rijd ik met jou mee en dan denk ik, oh, ik mag het dus echt nog niet zien. Als ik aankom. Dat mag nog niet. Dat we gewoon nu weer bij de Mac Drive staan. Dat vind ik toch goed. Terwijl mijn auto zeg maar een kilometer hier vandaan staat. Terwijl die ook hier had kunnen staan. Vind ik toch leuk. Hi. Thank you very much. Bye. Oh mijn god, het ruikt lekker. Nou, alles ruikt nu voor mij gewoon lekker. Omdat ik gewoon echt zoveel trek heb. Je had alles in huis vanavond. Behalve ontbijt. Heb je mij vannacht nog een beetje horen rukken trouwens? Ja, maar ik heb ook gerukt. Heb je ook? Ja. Niet op die bank. Jawel. Niet op die bank. Jawel.
Je gaat ook echt zien. Zullen we even hier zetten om te genieten van het uitzicht? Joehoe! Ja hoor, even kijken naar een soort warmtepomp of zo. Het ruikt een beetje naar vies eten en een beetje geur van poepjes en biertjes en dutjes en ditjes. Takenpoep. Dat is maar heel goed. Want deze video is gesponsord door Parfumado! Yes! Woe! Woe! En voor de mensen die Parfumado niet kennen, kijk even mee naar dit fragment. Ja, 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 ja. Parfumado dus. En maandelijks krijg jij dan een nieuw luchtje op jouw deurmat. Stel je eens voor, een vrouw ontmoet jou en jij ruikt heerlijk. Je ruikt lekker. Je versiert de dame. En vervolgens zie je haar 2 weken later weer. En je hebt een ander luchtje op. En dat merkt ze. Ze denkt dat je hip bent. Ze denkt dat jij chic bent. Ze denkt van allerlei heerlijke dingen. Omdat ze in een walm van exotische geuren zit. Dat kan allemaal met Parfumado. En als jij nu bestelt. Met de kortingscode SLOT50 krijg je op die eerste maand 50% korting. Hoe lekker is dat? Gisteren heb ik het ook nog even gebruikt. Want van die travel case is zo handig. Dat je het zo mee kan nemen overal toe. Omdat het zo klein is en toegankelijk. En je kan het overal wegstoppen. Sorry, ja, ruik ik lekker, man. Ik vind dat lastig met luchtjes. Ik vind dat ook lastig. Want bij elke plek waarbij je komt heb je toch weer even anders ruiken, snap je? En dat je dan die grote dingen dan mee moet nemen, ja, onderweg. Dat is echt verschrikkelijk. Maar dat kan in bij Parfumado, kan verschillende merken proberen en de meeste luxe merken. Paco Rabanne, Cartier, 1 Million, al die merken. Het is waanzinnig. Probeer het nu, Parfumado. Gaan we nu terug naar de video. Was je hier wel een keer er geweest of niet? Ik ben hier echt letterlijk, vroeger had ik een wijfje in Den Bosch. Ja. Met die Loaded Fries. Oké, dat zijn die tacos. Dat ziet er wel goed uit. Dit is echt heel veel, man. Zit nou mayo bij ook nog? Dat vind ik wel lekker. Wat is dit, joh? Mild? Mild saus? Wat is het? Hoe moet jij dat op jou nu doen, misschien? Nou, jongens en meisjes, ik heb de Loaded Fries. Ik heb de Chalua. Dit is zoveel, maar het ziet er zo godsgruwelijk lekker. Wel? Of niet? Lekker uit. En ook wel een beetje goor. Holy maar ook shit, wel gewoon... het is gewoon een kapsalon. Ja, kijk dan. Dat is een behoorlijke buiker. Maar als dit goed is, dit verkopen ze nergens anders. Dit is wel iets dat alleen Taco Bell... Zo, het is ook goed warm nog. Ja, patat is alleen niet echt gaar. Is het warm dan of zo? Of is het zacht? Het smaakt een beetje glazig, zeg maar. Zo, ik kan echt niet zoveel verwachten, man. Ik dacht, Loaded Fries is een soort van bijgerecht. Dat je gewoon een taco bestelt en dan dit erbij doet. Frank, dit is serieus lekker, man. Zit daar een lepel in? Nog een vork. Dat is handig. Dit is echt heel lekker. Die eerste challenge is wel, als ik jou zo zie, best wel lastig. Want hierna moet je nog 2 keer gaan, hè? We spreken hier niet over een euroknaller of zo. Dit is wel echt een maaltijd. Taco Bell is een van de grootste zaken in Amerika, hè? Gewoon bij de Big Five. De Big Five, ja. Van drive-thru's, ja. Het zijn echt goede dingen, hoor. Dit is nu dus geen mogelijkheid dat ik dat kan eten nu. Er zitten een paar keer dingen of 2 keer erin. Dat is dit. Dat. We gaan hier eten, hè? We proberen. Nee, want ik moet nog sparen. Ik moet winnen. Voor die... 18 euro die ik moet winnen. Nee, ja. 96,16 euro. Ik maak er echt mijn oorlogsveld van. Precies, ja. Daar beneden zit het allemaal onder de kaas, hè. Ik kan gewoon normaal eten, dit. Mag ik mijn spreidje. Ik vraag me af hoeveel calorieën dat is. Er is ook peper en zo in. Is dat een lijpjes? Ik vraag me dat ze echt... Ik heb me dat nog nooit afgevraagd. In nee. Mijn leven. Nee. Nou, ik wel, man. Ja, maar jij bent al wel een paar jaar natuurlijk beter met je gewicht. En dat is niet het zwaarste wat we hebben. Rut, ik vind jou zo niet een persoon voor een jas van 1000 euro. Ik vind jou er zo niet een persoon voor. Hij is ook geen 1000 euro. 950. Nee. Maar Frank, daar wil ik het niet over hebben. Maar Rut. Nee. Het is wel iets wat je hebt gedaan. Ja, maar als ik alles ga verkondigen wat jij ooit in je leven hebt gedaan. No. Dan heb je morgen geen YouTube-account meer. Met wat zou je dit willen vergelijken, mocht het kunnen op camera? Ik liep het wel even. Dat je... Nee. Het is echt wel lekker, maar ik zit nu te kijken. Wat zie ik nou weer te lachen? Dan kan je het weer daarover hebben, dan vind je het weer leuk. Nee, echt niet. Ik had nu oprecht in mijn hoofd dat ik gisteren 1 verdieping verwijderd was van Jiménez. Gisteravond waren we bij Joetje even zuipen. Gingen we BVB'en. Wij vooral. Ja, wij waren aan het zuipen. Kleine spelers niet. En op een gegeven moment, Joel was in de Rotterdam, in die toren. Dus hij zegt op een gegeven moment, Jiménez, die kom ik wel eens tegen in de lift. Dus Rut, die gaat van de bank af en die begint opeens naar de vloer te schreeuwen. Onze bezetene. Ja. En ook naar zijn vrouw. Naar zijn vrouw. Fuck, dit is echt heel onsmakelijk, man. Je zit een kapsalon te vreten het moest en je zit uit. Erbij te schijten. Het moest er echt uit. Ik dacht dat je met die scheidsessie van vanochtend, dat je het er wel uit had gescheten. Man, ik heb heel veel gepoept vanochtend. Het stoom komt er gewoon vanaf. Ik vind het zo lijp. Deze is echt best wel... Maar hebben ze meerdere van dit soort dingen? Ik weet het niet. Ik heb heel het menu niet gezien. Gaan we zo even kijken. Als ik nog zo'n ding krijg, dan ben ik ook KO, man. Je hebt 3 rondes. En de derde is een challenge. En de tweede is op tijd.
Dit is gewoon even om lekker bij te babbelen. Op tijd? Indrukwekkend. Ik ben een beetje hitsig soms, merk ik, als ik al heb gezopen. Ik ben melig en hitsig, man. Ik ben altijd heel lekker lachen, kan ik, als ik heb gezopen. Ja, dat merk ik gisteren wel, ja. Ja, ik bedoel ook de dag erna. Een soort katermeligheid. Oh ja, katermeligheid heb ik ook wel, ja. Maar soms ook niet. Kijk, misschien als je hier echt een langdurige serie van maakt. En dat lijkt me wel. Aangezien het gewoon een sterk videoconcept is. Ja. En jouw inspiratie vaak ook wel niet echt heel toereikend is. We moeten misschien altijd de avond ervoor zuipen. En dat ook filmen? Nee. Nou. Maar dat we hier... nu zit ik oprecht lekker in mijn velletje. Het is lekker knus gewoon hier. Voel je op je gemak? Ja. Fijn. De vorige keer had ik gewoon elke keer wat beters te doen. Mm. Weet ik echt. Nu niet. Nu zit ik goed. Ik heb sterk het idee dat dit toch wel eens een heel mooi avontuur kan gaan worden. Ja, waar eindigt dit, mensen? Dit eindigt nergens. Maar wat is die gele saus? Is dat kaas? Laat even zien aan de mensen hoe je bijna klaar bent. Kaas. Lijkt net een pasta. Ik zou dit nooit meer bestellen. De eerste hap dan gewoon... Ja, in welke situatie zou je een f***ing bak met tering veel patat en saus bestellen? Dat is echt totaal niet handig. Maar in welke situatie zou je dat doen? Ik ben echt heel benieuwd hoeveel koolhydraten hierin zitten, man. Ja, echt totaal niet, dat weet ik, maar... Ik probeer mezelf soms een beetje wijs te maken dat het nog wel een soort van belangrijk is dat ik wel een beetje... Ik word anders heel dik. Ik word echt heel dik. Ik word gewoon fucking vet word ik gewoon. Je hebt altijd een beetje op hetzelfde gewicht gezeten. Sport jij wel trouwens? Wow. Wat doe je dan? Kickboksen. Hoeveel keer in de week? 2. Nee, hè? Hij heet geen Henk. Dan moet ik wel zeggen dat ik de laatste natuurlijk wel drukker ben. Als influencer. Dat sommige afgelopen weken ook wel eens gewoon 1 keer is. Maar altijd wel 1 hoor. Welke dag? Vaak op woensdag, woensdagochtend. Lijpen, kickboksen. Ik doe normaal boksen. Maar kickboksen is ermee gewoon full body. Ja, maar ik doe niet alleen boksen. Ik doe boksen in combinatie met... Crossfit. Ja. Heel leuk, toch? Heb jij vannacht gedroomd? Ja. Gedroomde dat ik... Ik weet niet meer over wat, man. Ik droomde weer dat ik s*** had met iemand. Volgens mij was het Ma Vlodder. Dat is trouwens, dat is mijn natte droom geweest. Dat is echt geen grap. Mijn eerste natte droom is dat ik eerst, voor het eerst ben klaargekomen. Ik stop even, man. Nee, je zit te praten dat je klaar komt met Ma Vlodder. En voor de eerste keer dus, dat ik dat had, was ik in gesprek met Ma Vlodder. Die stond daar opeens. Ik draaide me om en ze keek me aan. En toen ging ze met haar hoofd naar beneden. En toen opeens werd ik wakker en ik was klaargekomen. En toen rookte ze jouw pik als een sigaar. Ja, dat is het nooit geweest. Alleen, ja, iets gebeurd tussen Ma Vlodder, haar hoofd naar beneden en dus uiteindelijk man. Die natte droom. Dat ik dus uiteindelijk die smurrie in mijn broek kreeg. Stop nou even, man. Sorry. Smurrie? Sorry. Zo, die is op. We gaan door naar de volgende ronde. Volgende challenge. Yep. Wij gaan eten, halen. Dus je hebt weer, mag je in de grabbelton. Dat moeten we gaan bestellen. En vervolgens heb ik nog een andere cup. Een dag waarin ze kunnen lachen en even genieten. En daar staat een tijd op. En binnen die tijd moet jij je eten opeten. Leuk. Maar voordat we dat doen, ik merk dat het hier een beetje... Ik zit niet even te slapen, man. Dat weet ik echt. We zitten midden in de video. Ja, weet ik. Hoe kan je dat nou zeggen? Weet ik. Maar die mensen kunnen toch even doorspoelen. Rut. Ja, ik ben er. Ik ben er. Zeg maar. Wij gaan het bestellen. Ja. Vervolgens gaan we de tijd zien. Weer voor een puntje. Oké, we gaan even die tweede challenge gaan we even doen. We moeten toch trekken? Oh ja, dat moeten we eerst doen, ja. Is deze voor jou of is deze voor mij? Nou, doen we voor mij. Is deze voor jou? Ja. Nou, lees maar voor. Nacho Supreme. Ja, ik denk dat dat lastig is met tijd. De Crunchwrap Supreme met... De Crunchwrap Supreme. Ik heb de Crunchwrap Supreme. We gaan hem even halen. Kijk nou. Wat ze allemaal hebben, joh. Sorry, Nacho Supreme ziet er groot uit. Ja, dat moeten we niet doen, man. Ik neem de burrito en jij neemt dan de... We gaan het anders doen. Jij neemt de quesadillas. Hi, zou ik van jou de quesadillas mogen? Ja, dankjewel. Omdat Hughes een story had geplaatst. En mijn vrienden zeggen dat ik daar aan het flirten was met ICD. Wacht even. Er was een story van een YouTube geplaatst waarin jij aan het bevenbennen was met ICD. En mensen zeggen dat jij aan het flirten was met ICD. Een flirterige blik. Ik denk dat Roel heeft me ook een bericht gestuurd. Kan je alsjeblieft die blik van jou even laten zien? Ja, dan moet ik dat even opnemen, want de mensen moeten weten. De camera staat nog aan natuurlijk. Wat een gejank. Ja, om niks. Waarom volg jij haar? Dit is fabfast. Oh. Cappuccino. Wat is je lievelingseten? Cappuccino. Dat vind ik wel leuk. Dit stond echt op haar story. Ja. Oh, dankjewel, man. Oké, even voor de mensen even laten zien. Dit is wat we uiteindelijk moeten eten. Dan kan je vertellen, het is best wel wat. Oké. Ik heb de tijdcode gepakt. Wat is het goed? 60 seconden. 50 seconden. Ik heb 50 seconden om het op te vreten. 1. Nee, aftellen eerst. 50. Nee, tot ik mag beginnen. 3. 48. 47, 36, 35, 26, 25, 23,
26. Heb jij nu een punt? Maar dit is niet te doen. Maar het is wel echt heel lekker. Laten we er gewoon van genieten, toch? Wil je een hapje? Nee. Het ziet er zalig uit hoor, mensen. Kijk maar even. Ja, maar dit is wel echt te doen. Je bent al begonnen. Mm-hmm. We zouden binnen de tijd doen. Mm. Er zit gewoon saus naast je neus. Dat is ook knap. We gaan een challenge doen. Ja. Deze gaan we uitvoeren. Maakt niet uit. Anders krijg jij 100 euro. Heeft je dan nog op? Anders krijg jij die 100 euro echt niet. Of die 96,18 euro. Rut, wat een kanonskogel. Fucking lekker man. Heerlijk. Dit gaan we doen. Of course. Dit gaan we echt doen. Dit gaan we doen. Nee, dat ga ik niet doen. Dat slaat echt nergens op. Rut! Dat is voor niemand leuk. En voor ons helemaal niet. Bestel iets van het menu en zeg een woord om en om. Ja, we zijn geen 18. Rut, we moeten er eentje doen. Nee. Dan is de video klaar. Nee. Ja, maar dan krijg je hier 100 euro. Prima, man. Bestel wat zo voor hem besteld, maar niemand komt hier. Laten we dat doen, we hebben nog een paar quesadillas. Dames en heren, jullie hebben niet gezien wat voor kaartje worden getrokken, maar alles wat op zo'n kaartje staat is echt kinderachtig. Vraag aan een medewerker wat zijn favoriete item is en bestel dan. Vandaag gaan we naar de Taco Bell, bestellen we iets van wat de favoriete item is van de ondernemer. Wat is deze stem? Wie is dat? Ik denk Jeremy Vriezer, man. Ik heb een probleem. Ik denk dat je deze wel heel leuk gaat vinden. Bestel een random item van het menu in een babystem. Oké, okay. Het concept kan de deur uit. Maar we moeten nog wel echt minimaal één keer terug. Kun je gewoon even concluderen dat Taco Bell... Wat vind je van de Taco Bell? Niks. Niks, hè? Je kan, het is gewoon het is een NPC-restaurant. Ik dat spreekt niet genoeg. Nee, want okay. Er schiet echt niks meer op. Vind je Taco Bell wel lekker? Laat die onder achter in de comments. En misschien gaan we de volgende aflevering wel als bestelling zingen. Of een babystem. Voor een babystem. Hallo, mag ik eruit? Ja. Zou ik het doen? Nee. Zou ik het doen? Nee. Mensen, bedankt voor het kijken. Het was helaas vrij kort, maar ook wel zeer krachtig. De Taco Bell, absoluut geen succes. Rut, kunnen we niet meer gebruiken voor dit concept. Heb je een goed idee? Laat het zeker even weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Zo'n groeten!